Zeg Tom, als jij 2009 zou moeten omschrijven, hoe zou je dat voor jou omschrijven? Nou, eigenlijk het jaar waar ik een beetje ben doorgebroken. En waar ik veel optredens heb gehad. Veel grote optredens. Wat was het allerleukste optreden? Ik denk toch wel in Groningen bij Trots Muziekfeest op het plein. Er waren heel veel mensen, hè? Ja, rond de 30.000. Je hebt inmiddels al 3 singles uitgebracht, waarvan de laatste single wel een hele bijzondere is. Ja, Ben. Dat is eigenlijk origineel van Michael Jackson, maar het is Nederlands vertaald door Martine Buijl. Speciaal voor mij. Je werkt samen met allemaal hele grote mensen, hè? Ja, onder andere de 3A's. Dus Martine Buijl, Sita zingt de koortjes in. De 3A's ook een paar, hoor, maar... Ja, de drummer van Marco Bussato, man achter Jeroen van der Boom. Gewoon heel veel grote mensen. Misschien komt er nog een 4e single die ook van mijn cd afkomstig is, maar dat weten we niet zeker. Heel stiekem, hoe zou die dan gaan heten? Afscheid. Ja, dat weten we wel al. Ja. Het liedje is geschreven door mijn vader en het gaat over afscheid nemen van iemand die dus overlijdt. En ja, daar gaat het over. Nou, eigenlijk was het, heeft mijn vader het geschreven, dus het is eigenlijk een betekenis op zijn leven. Dus eigenlijk is mijn oma, die gaat er dus over.